recht ondaveren langs de velden. Ik ben Michael Bader, kom uit Amsterdam. Ik ben met Lodewijk. Nee, zitten. Lodewijk. Zit. Zie ongeveer 6%. Dat is in het verleden is dat meer geweest. Wat schimmen, kleuren zie ik. En voor de rest ja, zijn het vooral wazen. Nou, op tv sowieso heel dicht op het scherm. En in de arena, als ik in de arena ben, dan volg ik dat via Ajax Radio. En dan krijg je heel specifiek door ja, hoe het spel loopt. Het blijft een groen vak met wat spelertjes die heen en weer lopen. Dus je zal me niet moeten vragen wie wat is. Een combinatiespel kan ik zien. Een panna, dat zal ik dan echt wel in de herhaling moeten zien. Gebruik je dan heel erg je fantasie? Ja, grotendeels wel. Je hebt natuurlijk wel een beetje een beeld ook van vroeger wat een tackle is en wat een panna is. Maar voor de rest moet ik het vooral op het gehoor doen. Ik kom vaak zo snel mogelijk binnen, dus als het stadion nog leeg is. En dan om dat hele stadion ja, langzaam vol te horen lopen, dat is heel bijzonder. Het waren een aantal wedstrijden die niet zo lekker gingen. En toen denk ik van nou, dan zullen ze dit seizoen niet meer kampioen worden. En ik had ook zoiets van ja, op deze manier verdient de Ajax het ook niet. Ja, NAC, dat was. Ja, die. Maar ik heb eerlijk gezegd, ja, daar kan ik niet zo goed naar kijken. Dan zet ik ook vrij snel de tv uit en dan ga ik met de hond lopen, want ik kan daar heel slecht tegen. Ik werk in Utrecht met wat fanatieke FC Utrecht supporters. En die weten daar wel de opmerking te maken van nou, het is maar goed dat je niet zoveel ziet. Want het was drama. Dus ja, daar kun je gewoon wel overdollen natuurlijk. Wat mis je het meest? Ja, vooral een stukje zelfstandigheid en vrijheid. Qua spel mis ik de spelers van toen, maar ja, dat heeft niks met mijn zicht te maken.